Doet haar masker af. Hij speelt een spelletje met de duivel. Maar is dat waar? Zijn wij allemaal zonen en dochters van God? Dit zijn directe leugens vanuit de hel. De paus kan ons niet bij de vader brengen. We zien wel vaker in de Bijbel dat de vrouw een godsdienstig systeem voorstelt. Geliefde broeders en zusters, en geliefde mensen, welkom bij een nieuwe update. Ik wil met u kijken naar een fragment van de interreligieuze bijeenkomst in Singapore. Want de paus deed daar een hele opmerkelijke uitspraak: De valse kerk doet haar masker af. Paus Franciscus wordt geïnspireerd door demonische machten. Hij speelt een spelletje. met de duivel. laten we met elkaar kijken naar het fragment on this final day in singapore september 13th, concluding his trip to asia and the pacific pope francis spoke to young people at an interreligious gathering tutte un per a because every religion is a way to arrive at God. Sono, dirò una comparazione. Sono come diverse lingue, diverse idiomi per arrivare lì. Sort of a comparison and an example would be there are sort of like different languages in order to arrive at God. Ma Dio è Dio per tutti. But God is is God for all. E come Dio è Dio per tutti. Noi siamo tutti figli di Dio. And if God is God for all, then we're all sons and daughters of God. Ma il mio Dio è più importante del tuo. Ma il mio is more important than your Dio. È vero quello? Is that true? C'è un solo Dio lì. E noi sono idiomi, cammino, lingue. There's only one God, and each of us is a language, so to speak, in order to uh, arrive at God. Qualcuno skier, qualcuno musulmano, qualcuno indi, qualcuno cristiano, Indo, sono diversi cammini. There, there are different paths. Understood? <laughs> <laughs> <applaus> <applaus> U heeft het fragment gezien. Hij zei dat wij Allemaal zonen en dochters van God zijn. Maar is dat waar? Zijn wij allemaal zonen en dochters van God? Laten we met elkaar kijken naar wat de Bijbel zegt. Ik wil met u naar Johannes hoofdstuk 1, vers 12 en 13. Hier zegt het woord van God, maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die in Zijn naam geloven, die niet uit bloed. Niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Het is dus noodzakelijk om opnieuw geboren te worden. De Bijbel noemt dit de geboorte uit God. Johannes zegt het hier heel duidelijk. Wij kunnen niet uit bloed opnieuw geboren worden. Niet uit bloed verwijst naar familiebanden. Wij kunnen niet door familiebanden opnieuw geboren worden. Dan zegt Johannes ook dat wij niet uit de wil van vlees opnieuw geboren kunnen worden. Dat verwijst naar de eigen inspanningen door bijvoorbeeld goede werken. Iets wat de rooms-katholieke kerk leert. En dan zegt Johannes ook nog dat wij niet uit de wil van een man opnieuw geboren kunnen worden. Dit verwijst naar de inspanningen van anderen. Wij kunnen niet door de inspanningen van anderen opnieuw geboren worden. En pas als wij opnieuw geboren worden. Zijn wij een zoon of dochter van de levende God? Daar is de Bijbel heel duidelijk over. Allen die Hem aangenomen hebben in geloof, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die in de naam van de Heer Jezus Christus geloven. Hij zei ook dat alle religies een pad zijn naar God. Dit is een leugen. Vanuit de hel. Dit zijn directe leugens vanuit de hel. De heer Jezus zegt het heel duidelijk in Johannes 14, vers 6. Daar zegt hij: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. De Paus kan ons niet bij de Vader brengen. Maria kan ons ook niet bij de Vader brengen. Mohammed kan ons niet bij de vader brengen. Allah kan ons niet bij de vader brengen. Boeddha kan ons niet bij de vader brengen. Dit zijn allemaal wegen die leiden naar de poorten van de hel. En daarom dat het heel ernstig is wat de paus hier zegt. Uiteraard staan we hier niet vreemd van te kijken, want we weten wat de Bijbel zegt over Rome. Daar kom ik straks heel even op terug. Ik wil met u lezen Handelingen 4, vers 12. Hier staat het zo duidelijk. En de zaligheid is in geen ander. Want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven. Waardoor wij zalig moeten worden. Alleen de naam van onze Heer Jezus Christus redt ons. Hij is gekomen naar deze wereld om te sterven aan het kruis van Gogota voor onze zonde. Zijn bloed. ...reinigt u en mij van al onze zonden. En daarom dat we iedereen oproepen om zich te bekeren tot de levende God. Door simpelweg te geloven in Gods Zoon. De Heer Jezus is gekomen om zonders te redden van de zonde, de dood en de hel. Hij wil dat niemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen. De wet laat ons kennis maken met de zonde. De tien geboden laten ons kennis maken met de zonde... De tien geboden laten zien dat we allemaal tekortschieten. Maar daarom is Christus gekomen naar deze wereld. De wet is een leermeester of tuchtmeester tot Christus. Wij hebben Hem allemaal nodig, anders gaan we voor eeuwig verloren. En dat is heel ernstig. Tot slot wil ik iets zeggen over Rome. Rome. Speelt een centrale rol in het boek Openbaring. Dat zien we onder andere in Openbaring hoofdstuk 17. Daar is de vrouw, onder andere het grote Babylon. Het grote Babylon in het boek Openbaring is Rome of Vaticaanstad. We zien wel vaker in de Bijbel dat de vrouw een godsdienstig. Systeem voorstelt. We zien dit ook in Zachariah hoofdstuk 5, vers 7 en 8. Hier staat in het woord van God: en zie, een loden deksel werd opgelicht. En er was een vrouw die midden in de Eva zat. En hij zei: Dit is vrouwengoddeloosheid. Hij wierp haar terug midden in de Eva. En hij wierp het lodengewicht op de opening ervan. Hier stelt ook de vrouw een goddeloos systeem voor. Een systeem die een prominente plaats inneemt. Dit zien we ook bij de Rooms-Katholieke kerk. Die neemt in deze tijd een prominente plaats in. Zij claimt de bruid van Christus te zijn, maar zij is de valse bruid. Dat is wat heel duidelijk naar voren komt. En daarom dat Paulus ook zegt in 2 Thessalonicensse hoofdstuk 2: het geheim is. Van de wetteloosheid is al werkzaam. Dit verwijst naar de rol van de vrouw Rome in het Nieuwe Testament. We zien het ook in Openbaring hoofdstuk 2. Daar wordt gesproken over de valse profetes Isabel. Er staat namelijk in Openbaring hoofdstuk 2, vers 20 tot en met 22: Maar ik heb enkele dingen tegen u: dat u de vrouw Isabel, zij is een beeld van het pausdom die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en mijn dienstknechten te misleiden zodat zij hoererij bedrijven en afgodenoffers eten. Dit is wat de rooms-katholieke kerk praktiseert. Het pausdom zorgt voor hoererij binnen de kerk. En ik heb haar tijd gegeven opdat zij zich van haar hoererij zou bekeren. Maar zij heeft zich niet bekeerd. Zie, ik werp haar te bed met hen die overspel met haar plegen, in grote verdrukking. Als zij zich niet bekeren van hun werken. Daarom de oproep: vlucht weg uit Babylon. Vlucht weg uit het rooms-katholieke systeem. Aanbid de Heer Jezus Christus. En niet de paus. De Heer Jezus is de zaligmaker. Van deze wereld. De Rooms Katholieke Kerk neemt dus een prominente plaats in die zij niet behoort te krijgen. De valse profetes Isabel is een beeld van het pausdom en iedereen die met haar gemeenschap heeft, komt in grote verdrukking. Ik wil met u afsluiten in openbaring hoofdstuk 17. Vers 5 en 6. Hier staat en op haar voorhoofd stond een naam geschreven: Geheimen is het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag. Johannes heeft het allemaal gezien: de macht van het pausdom. Het pausdom die al vele vervolgingen op haar naam heeft staan. Denk aan de geschiedenis. Zij heeft bloed aan haar handen kleven. En dan heb ik het nog niet eens gehad over het kindermisbruik binnen het Vaticaan. Of het witwassen van geld. Of de samenwerking met de maffia. Het is allemaal openbaar geworden in deze tijd. En daarom de oproep: vlucht weg uit Babylon. De Valse Kerk doet haar masker af. Als u meer. Wilt weten over Rome, dan verwijs ik u door naar mijn Bijbelstudie over het boek Openbaring. Ik heb een aantal afleveringen over Openbaring, hoofdstuk 17, staan op dit YouTube-kanaal. Ik hoop met heel mijn hart dat u vasthoudt aan de schrift, dat u simpelweg gelooft in de zoon van God, dat u door de inwoning van Gods geest weerstand biedt aan de zonde. En de blijde boodschap blijft verkondigen. Want de wereld heeft het nodig. Het Rooms-Katholicisme heeft meer dan een miljard aanhangers wereldwijd. En daarom dat het zo belangrijk is om deze paus te ontmaskeren. Er is maar één weg naar de Vader. En dat is onze Heer Jezus Christus. Die met zijn eigen bloed alles heeft volbracht. Genade God zo rijk en vrij. Die poort staat open ook voor mij en u. Hij heeft ons duur gekocht en betaald. Laten wij hem verheerlijken. Voor iedereen die aangesproken is tijdens deze video en nog niet gelooft in de Heer Jezus Christus of verbonden is met het Pausdom, tegen u zou ik willen zeggen: stuur mijn e-mail op het volgende e-mailadres info@jesuskomtspoedig.nl, want dan stuur ik u kosteloos de brochure vandaag is de dag van uw redding op. Wacht niet langer. Genade zij u en vrede van God de Vader en van zijn zoon, de Heer Jezus Christus. Halleluja, Maranata. Amen.